Dit is Adrian. Adrian is 57 jaar en woont op het platteland van Oekraïne. Zijn vrouw is ziek. Ze heeft diabetes en daardoor verloor ze haar been. Adrian is zijn baan bij een landbouwbedrijf kwijtgeraakt. Het bedrijf ging door de crisis failliet. Het stel heeft 3 kinderen. 2 meiden van 24 en 22 en een jongen van 19. In de buurt is geen werk te vinden. En daarom werken zijn kinderen nu in buurland Hongarije. De kinderen verdienen daarmee geld voor hun eigen gezin. Wat ze overhouden krijgen hun ouders. Adrian mist zijn kinderen. Hij komt nauwelijks nog de deur uit. De winter komt eraan. Altijd een moeilijke tijd. Dan groeit er geen groente in zijn tuin. De hobbelige weg ligt vol sneeuw en hij kan geen kant uit. Adrian kan niet naar de markt om eten te halen. Binnen vriest het en geld voor brandhout is er niet. Adrians vrouw heeft veel pijn vanwege de kou. Gelukkig zijn er mensen die om Adrian geven. Te beginnen met een lokale organisatie die contact legt met Dorcas. Van Dorcas krijgt hij voor de winter een voedselpakket. Adrian is ontzettend blij. Met de producten en met de bemoediging. Ook helpen we Adrian door zijn omgeving te mobiliseren. Om hen heen te komen staan en voor hem te zorgen. Te beginnen met de kerk. Adrian gaat elke week naar de spelletjesmiddag die daar wordt georganiseerd. Dat is belangrijk voor hem omdat hij zo ook andere mensen ontmoet. Daarnaast probeert de kerk ook contact te leggen met de kinderen van Adrian. Om te kijken of ze nog wat extra voor ze kunnen doen. Adrian wist eerder niet dat hij bij het overheidsloket terecht kon voor een rolstoel voor zijn vrouw. Dorcas heeft hem daarmee geholpen. Zijn vrouw heeft nu een rolstoel zodat ze ook af en toe naar buiten kan. Bij het overheidsloket heeft Dorcas ervoor gezorgd dat de dokter eenmaal per maand langskomt om de bloedsuiker van zijn vrouw te onderzoeken. Ook heeft Dorcas gesprekken in de buurt. Sommige buurtbewoners wisten niet eens hoe slecht hij eraan toe was. Nu hebben buren afgesproken regelmatig een bezoek te brengen. Ze nemen soep voor hem en zijn vrouw mee en helpen bij het hakken van het hout voor de kachel. Voor Adrian en zijn vrouw is er veel veranderd. Er zijn mensen die om hen geven. Het product dat u met Dorcas voedselactie koopt, is voor hem een enorme bemoediging. Naast het pakket voor Adrian uit Oekraïne geeft Dorcas deze winter nog 40.000 pakketten in landen in Oost-Europa. Dorcas voedselactie. Omdat we om hen geven.